Was er muziek in het gezin Hendrix? De radio stond altijd aan, dat klopt wel. En mijn vader schijnt ooit gedrumd te hebben. Ik heb het nooit gezien, maar dat heb ik van horen zeggen. Op een echt drumstel? Ja, met een accordeon en zo, een cafeetje. Okay. Ja, ik vraag dat, want Jan zijn eerste gitaar was een doosje met een elastiekje eraan. Ja, dat, als je dat bedoelt, ja, mijn eerste muziekinstrument was een sigarendoosje met elastiekjes eroverheen. En dan was ik de hele dag zo aan het gitaar spelen op het sigarendoosje. Hoe oud was je toen? Ik denk 19, zo ongeveer. Ja. En dat is, ik denk rond mijn 10e heb ik een gitaar gekregen. Oké, want de muziek die uit de radio in huizen Hendrix schalde, wat voor muziek? Wat ik me kan herinneren is tussen de middag dan, school voor de middag, tussen de middag thuis. En dan weer naar school. Maar tussen de middag dan hoorde ik van die een beetje halfachtige jazzmuziek, accordeon jazzmuziek. Oh. Is dat, wie dat was, weet ik niet, maar dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, hoe heet die beroemde trackzakspeler ook alweer in Nederland, uit die tijd? Johnny Meijer, of zo? Ja, dat weet ik zo niet. Nee, okay. Ik hoorde het. Dus. En wanneer hoorde jij voor het eerst muziek met gitaren? Dat moet iets zijn gebeurd, waardoor jij dacht, ik wil elastiekje en sigaren doorspelen. Ja. Nou ja, dat is... Ik denk, mijn eerste gitaargeluiden waren de Shadows. Hè, met Hank Marvin. Ja. En Buddy Holly met zijn... Crickets. De Crickets, ja, ja. En had je daar ook al een beeld bij? Van wist je op wat voor gitaren die speelden? Nee, ik had er geen beeld bij. We hadden wel een plaatje. En ik weet dat ik die single... Oh Boy en Peggy Sue, dat is één single, hè? De A en B kant. Ik weet niet wat precies de A kant is. Maar je hebt bijvoorbeeld een Peggy Sue, daar zit zo'n... wat is het? Het is niet echt een solo, het is meer een slaggitaar solo. En dat stukje pik ik steeds op de pick-up. Dat stukje, dat is dat probeerde ik steeds weer opnieuw te horen. En niet zozeer dat ik dat dacht te kunnen spelen, maar meer die sound gewoon. En wist je dat Buddy dat zelf deed? Nee, dat wist ik niet. Dat was namelijk, Buddy had een soort, die speelde op deze gitaar, had een, That'll Be The Day. That'll Be The Day, ja. Dat is ook van hem, ja. Die riff, maar dat was niet Buddy. Nee. Dat was zijn solo-gitarist. Ja, dat heeft hij er later bij gehaald, geloof ik. Maar Buddy die speelde zelf gitaar. En wat hem uniek maakte in die periode, was dat hij zijn eigen songs schreef. Dat was bepaald niet gewoon. Dat je zanger was, ster, en er ook nog goed uitzag en ook nog je eigen liedjes schreef. En Buddy die schreef liedjes die... Ongelooflijke reeks liedjes. We gaan er eentje even van laten horen, toch maar. Hè? Want, en hij had een mooie bril. We hebben nu... Stel je even voor, ons met zo'n hoorn een vrouw Jan, want die speelt namelijk nu op de gitaar waar Buddy het op deed, namelijk een Fender Stratocaster. Ja, hij is niet van mij hoor, het is van hem. Right. Ja? If you knew Peggy Sue, thank you.
Oh, geweldig. Ja. Had ik niet gedacht, hè? Nee. Dit zingen was een uitdaging, maar het kwam eruit. Jan, die... we gaan een... Goeie blouse. Heb ik hem al? Ja. Oh, gaan we kijken. Kijk. Oh jee, daar ben ik. Daar hem. En hey, maar wel met een Fender Bandmaster, hè? Ja, talen, ja. En ik heb me ooit laten vertellen dat nu... Hier, kijk, hier verstop je je achter de microfoon. Ja. Maar dat het niet zelden voorkwam dat jij achter die Bandmaster stond. Nee, dat was in de tijd dat ik een Marshall had. Okay. En toen ik dat ding op 20 ging dus. Hè. Dus en ik had een Guild gitaar. Okay. En die... Deze? Ja. Ja, precies die. Oh, wat haar, hè? Jimi Hendrix Ja, dat kon toen. ja, goed. Dat ding dat zong snel rond, maar ik was ook wel bleu, hoor. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar het hielp ook wel dat hij niet zo snel rondzong. Als ik niet recht voor de kast ging staan, weet je wel. Ja, ja. Ja, dat was een beetje een probleem met die gitaar. Ja. Ja. Het is grappig, want ik probeer wel eens uit te leggen aan mensen welke rol jij in Doe Maar had. En dan vergelijk ik het altijd met de Beatles. En dan jij bent dan toch de Shores. Yeah. En waarvan ze George. Zeiden, de stille Beatle. Oh, ja. En, maar je ziet hem nu na Doe Maar, is die in één keer helemaal niet meer zo'n stille. Nou. Kijk, ik ken hem. Maar shockvol. En ik had, je vertelde, en we hebben natuurlijk voorgesprekken gehad. Dit was jullie band, hè? Jij was 18, denk ik? Ja, zoiets, ja. 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 En wie zijn die andere... Nou, links met de zonnebril is Jan Verweijen. Middenboven is Paul Adriaans. En die voorzit is Tontje van Nerven. De zanger. Ja, de zanger, ja. Bas drum gitaar. Ja, Bas, ja, Paul drums inderdaad. En ja, ja. Leuk gezelschap. Ja. Deze foto is genomen in Breda. In Breda, ja, jullie heetten Shockfool. Ja. Jullie speelden al in Paradiso, of was het toen Fantasio? Ja, of, nee, Paradiso. We Paradiso, hebben een paar keer gespeeld, ja. Toen. Ja, ik heb dat was heel ik wat. Ik heb daar, weet ik wat, 15 jaar over gedaan. En toen mocht ik in de kleine zaal. Ja. Ja, ja. Ach ja. Maar Shockfool, Jan vertelde een prachtig verhaal, ging openen op een festival voor... Oh ja, Pink Floyd, ja. En Shockfool wilde indruk maken. En dat ging niet met die ene Marshall. Nee. Dus toen gingen ze naar Radio Europa in Nijmegen. Ja. En daar zaten geen luidsprekers in. We wilden alleen maar indruk maken. Het was gewoon decor. Maar die roadies van Pink Floyd, die liepen er achter rond zo. En die dachten, wat is dit nou? Wat is dat nou, een band? Dat moet wel heel goed zijn of zoiets. Ja, ja. Ja. Daar zaten gewoon geen speakers in. Daar zaten geen speakers in. Nee. Ja. Een ander verhaal is ook dat wij... wij gingen dan spelen. En Tontje, de zanger, die begon te zingen met, volgens mij het eerste nummer, Down in the Valley, van Otis Redding was dat. Ik weet niet of je het kent. En, het geluid deed het niet. Zo begon het. Dus het was behoorlijk lullig. Alles bij elkaar weet ik echt niet meer hoe dat met die lui is afgelopen. Het optreden heb ik niet gezien. Oh, ik was met de Pink Floyd hebben we wel niet. Ja, Pink Floyd is wel goed gekomen. Dat was nou met Sid Barrett, heet hij toch? Ja, Sid Barrett. Ja, dat is de eerste bezetting. Oh, wow. Toen vond ik ze goed. Daarna vond ik er fuck maar aan. Met van gebakken, C. Emily Play en Arnold Lane. En ja, precies. Interstellar Overdrive. Ja, we hebben G. G, ja. Ja. Ik had Doe Maar begon. Je liegt. En in 1980, in een periode van, ik denk, 3 maanden tijd, ontploften jullie. Ja. Zeg maar zo'n beetje. Ja, ja. En we hadden straks we namen even de voorstelling door. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij de Albert Heijn in Boxmeer naar buiten kwam. En nou, ik kende Jan een beetje van de gitaarlessen en van dingen en van die optredens. En ik zag jou in het dorp en we zwaaiden naar elkaar en ik liep jou naar jou toe. En tegelijkertijd was er zo'n bosje meisjes, die hadden jou gespot. Mag ik dat zeggen, Jan?
En die... Hij verdrongen, hoor. Ja. En die gingen allemaal... En die, in no time stonden die in een haagje om jou heen. En ik denk dat je wat handtekeningen hebt uitgedeeld. Maar misschien heb je ook wel gewoon iets aardigs, iets janniks gezegd. Zeg dat maar. Denk ik, ja. Dat is wel, zeg zo. Dat is wel apart. Maar toen vertelde jij, en dat is me altijd bijgebleven, dat jij in het dorp aan het wandelen was en dat je voorbij boekhandel Schot was gekomen. En dat daar in één keer de hele etalage, want het nieuwe schoolseizoen begon, vol lag met rood, doe maar agenda's, schriften, pennen. Ja. Allemaal school, lieren, spul met doe maar erop. Ja. En tegelijkertijd, dat was, volgens mij was er helemaal niets geregeld aan... rechten of beeldmerk. Nee, of... wij waren zakelijk nog niet zo handig. Nee. Laat ik het zo zeggen. Laat ze maar na, ja, toch? Jullie zijn volgens mij gewoon ontzettend genaaid in die periode. Ja, volgens mij mag je daar niet zoveel over zeggen, want dan word je weer aangeklaagd, maar dat zijn we wel. Ja. Door nogal wat mensen, ja. Ja, ja, je zag aan alles, aan dat soort dingen, zag je dat die band ontplofte en ik merkte het ook, weet je, ons eerste voorprogramma bij jullie was in Zaal de Smits voor 300 man. De tweede keer dat wij speelden was in Zaal Benz in Lange Boom. Toen waren er in één keer 1000 mensen en er was ook geen reet meer aan om voor Doe Maar te spelen. Nee. Maar toen zag je in één keer die hele verschuiving en al die mensen. En gaandeweg natuurlijk die verhalen dat jullie steeds geavanceerder gingen spelen. Het kreeg eigenlijk, die muziek kreeg steeds meer diepte en de uitvoering die werd steeds platter, zeg maar. Lijkt het een beetje? Ja. Is dat... Moet ik er iets van zeggen? Ik weet niet waar je... Of vond je dat... Ja, nee, ja, jullie zijn niet voor niks gestopt, maar... Vond je dat echt lastig? Heb je daar last van gehad? Met stoppen? Nee, met dat zich zo ontwikkelde. Nou, ik was vooral verbaasd over dat hele gebeuren. Ik snap daar eerlijk gezegd niet zoveel van. Omdat, en nu, als je dan nou ook terugkijkt? Dat vind ik nog steeds raar, eigenlijk. Maar ja, zo schijnt dat te werken. Je wordt populair door, weet ik veel, iets wat... ik denk de tijd, hè, dat die belangrijk is. Precies de goede mensen bij elkaar. Ja. Maar de discrepantie tussen jullie en die fans... Niet tussen de muziekfans en de mensen die bij de Smiths kwamen, maar hè, al die... Ja, het was een bijbeweging. Dat is natuurlijk ook heel raar, de sterren van nu heb ik het idee van dat die veel meer passen bij hun leeftijdsgenoten. Hè. Dan zie je, ik denk dat is wel grappig, jullie worden wel eens vergeleken met de Beatles, hè. Die roem. En die, en terecht, hè. Die Beatlemania. Ja, maar bij die Beatles was de misschien de hoop van de fans dat ze nog een keer konden trouwen met Paul McCartney nog enigszins reëel. Ja. Maar als 14-jarig meisje denken dat je de partner van Ernst Jans wordt? Ja, toch dachten ze dat, denk ik eigenlijk. Ja, ongelooflijk. Ja. Het is raar. Had je wel, want dat is natuurlijk... Dat zei ik. Heb je nog op een gegeven moment had je natuurlijk niemand het idee dat je echt aan muziek maken toe kwam? Dat werd steeds moeilijker, want eigenlijk dat hele gebeuren werd eigenlijk overwoekerd door... externe dingen. Het publiek, oké, jong. Maar ook de bijzaken werden steeds belangrijker. Er werd nogal wat van ons verlangd, waar wij geen zin in hadden. Nee. Uiteindelijk mondde dat toch uit. En er is maar één manier om daar uit te komen, dat is gewoon stoppen. Radicaal ermee breken. Ja, dat hebben we dan uiteindelijk ook gedaan, ja. Maar de bijzaken werden, voor ons bijzaken, werden te belangrijk. Ja. En wij wouden ook gewoon lekker muziek maken. Gewoon. Er waren andere belanghebbenden. En geld is alles. Ah, ja. Zitten, want ik wil eens met je praten. Ik ben al lang niet meer zo vrij als toen. Schrik maar niet, ik wil je niet verlaten.
in seats en ik kan er niets aan. We komen niks tekort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Weet je, lieve schat, wat het geval is? Ik zoek iets weer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Alles. Ik juich er maar een beetje meer op alles. Is dit alles wat er is? We zijn nu net een stuk in 13 delen. Einde zijn we allemaal de klas. Een leven toch het leven van zo'n velen. Ik wil iets meer, ik wil een beetje los. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Is dit alles? Oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Is dit alles? Oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Kijk, die oude muziek waar wij naar teruggrijpen, hè? Die Jan en ik belanden samen een aantal jaren na de periode waar we net waren, in een band. Of het kwam eigenlijk een beetje door mij, want ik was in contact gekomen met een singer-songwriter uit Den Haag, Philip Kronenberg, en die hoorde mij gitaar spelen in een gitaarwinkel. En die zei, mag ik jouw nummer, want volgens mij moeten wij samen wat gaan doen. En toen zei hij, oh ja, en weet je ook nog een goede bassist? En ik wist dat Jan heel graag bas speelde en ik hoorde Jan heel graag bassen. Dus toen heb ik jou gevraagd om bas te gaan spelen. En we hadden een slagwerker, Louis de Bij. Legende in Nederland, studiodrummer begin jaren 70, maar ook van Fungus. Maar ik denk dat hij op iedere hit tussen 1968 en 1973 de drummer is geweest. Ja. Je hoort zo wat die band zo waanzinnig kicken maakte om in te spelen. Ja, zeker. En Louis de Bij, die had geen auto. En die moest met Filip mee rijden naar de optredens. En die dacht, ik moet weinig ruimte innemen. Maar voor een drummer is dat best ingewikkeld.
En hij had zijn drumstel en dan schroefde hij alle vellen eraf en dan gingen die ketels in elkaar en hij haalde alle standaarden uit elkaar. En dan gingen de ondervellen die gingen ervan af en dan had hij één ding, één trommel, bassdrum en een zakje met die statieven en een zakje met stokken. En dan kwam hij bij het optreden aan en Jan en ik kwamen daar, we zetten onze versterkertjes en ik mijn gitaar, Jan zijn bas neer. En dan kwam Louis binnen en dan gingen wij wandelen in de stad of ergens koffie drinken. En kwam een uur later terug en dan zat hij nog te schroeven aan een drumstel. En dan had hij het eindelijk in elkaar zitten. En dan ging hij... Deze anekdote is eigenlijk een beetje uit de lucht. Maar vooruit, het is toch te leuk om te vertellen. Dan ging hij ook nog met een schuurpapiertje... ging hij daarna het vel van zijn snaardrum een beetje grover maken. Voor de brushes, ja. Want dan kon hij dit spelen. Even goed hard, hè? Ja. No more doing no right where I am. Thought maybe, baby, now it might show. Doing no right where I am. I don't want the old days back. They mean nothing to me. Just a wandering in the dark. Ik vond het mooi wat Sjoerd die zit in het voetspoor van al die drummers van Jan meespeelt. Want ja, dat is inderdaad zo. Sjoerd werd daarna de drummer van Philip Kronenberg. Met hem op bas. Met hem op bas. Ja. En die band was geweldig. Als je Louis erbij hoorde spelen, dan zag je Brigitte Bardot dansen in Et Dieu le créa la femme van José Vadim. Zo voelde ik dat. Daar ga ik verder niet op in. Jan ging ook dit doen. Wat ging je doen? Oh, Boudewijn. Solo spelen bij Boudewijn de Groot. Ja. Komt u maar. Plaatjes. Zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Hier klink je echt als een gitaarheld. Ja, dat ben ik toch ook. Ja, dat ben ik ook, hè? Ja. Nee, maar hier hoort wel een verhaaltje bij. Want dat is volgens mij 80, 81 of zoiets, zal dat zijn? Heb je zoiets? Toen, die opname is dus ouder, want daarna ging je vast bij, in pas een halverwege jaren 90, ja, ging je echt pas in zijn band, met hè? Hem spelen, ja. Maar ik kende Boudewijn van, hij was wel eens bij Doe Maar als gast en zo. En die nodigde mij op een gegeven moment uit om in Wisseloord zijn... Hij heeft een pauze gehouden van een jaar of vier. Hij heeft in Amerika iets gestudeerd. Hij kwam terug en hij was min of meer uit de gratie in Nederland. Maar hij wou een nieuwe LP, was er toen nog, opnemen. En hij vroeg daar mij voor al zijn gitaar eigenlijk. Nou, ik was nog nooit in Wisseloord geweest. En... Wisseloord is de studio van Nederland. Toen de tijd zeker. Elton John, Mick Jagger, AC/DC, Queen. Nou, ik kwam met mijn gitaartje daar, volgens mij een nep Strat. Niet eens een echte Strat. En nou, voor mij was het een hal. Echt een grote hal, helemaal leeg. Er stond alleen een twin reverb. En ik moest al die solo spelen. En ik zag een hele grote heel groot raam, van misschien wel 6 bij 2 of zo. En zat er allemaal mannen achter. Zo, een technicus, een producer, weet ik veel wat allemaal. Ik had het niet zo meer. Ik was nog nooit in zo'n situatie gekomen, weet je wel. Nee. Maar ik heb heel veel gitaar gespeeld, ook akoestische gitaren. En een ander ding, ik ben dat op een gegeven moment vergeten. Ik zat in de bioscoop in Lux, volgens mij. Dan draaien ze van die voorfilmpjes voor nieuwe films of series, weet ik wel. Op een gegeven moment hoorde ik wat je net hoorde, die solo. Ik dacht, volgens mij ken ik dat. Dat is, en dat was dus, die heb ik gespeeld.
Maar dat was een titelsong voor een film. Weet dat? Nee, Eenzaam Fiets wou ik zeggen. Nee. Weet die film ook weer? Tip van de Sluier. Tip van de Sluier, zo heet die film. Heet de film ook zo? Ja, die heet zo volgens mij. En nou ja, dat vond ik vond het wel een aparte ervaring om zo in zo'n bioscoop te zitten en dat je even na moet denken van, dit ken ik, maar waarvan? Geweldig. Ja. Maar je herkende wel dat je uit was? Ik wist wel dat die LP uit was, maar dit is alweer een paar jaar later. Ja. We zijn later gaan toeren met Boudewijn. Ik heb iets van 11 tours met Boudewijn gedaan. We hebben alle theaters 100 keer gehad. Ja. In Nederland en België. Dus ja. Meer meegespeeld dan met Doe Maar. Ik heb veel langer en veel meer. Ja, want zeker in mijn begintijd toerden wij echt van september tot en met mei. Ja, maar dat is eigenlijk wel grappig. Want behalve, zeg maar, als je zo door jouw carrière heen loopt, dan lijkt Doe Maar, het is overal aanwezig, maar het lijkt bijna een zijspoor. Omdat jij veel meer iemand van de zijkant en van de achtergrond. Ja. En overal zo jouw sporen als gitarist of bassist achtergelaten hebt. Maar ja. Nou ja, maar dat is wel begrijpelijk. Want Doe Maar is natuurlijk in de picture. En ja, dat denken de mensen dan van, ja, Doe Maar. Jan Hendricks, nou, Doe Maar. Ja, maar als je terugdenkt aan want je hebt zo inmiddels wel een hele bulk muziek achtergelaten. Ja. Word je daar blij van? Als je daar ik bent? Vind, ja. Nou, ik met dit moest ik even uitzoeken wat ik eigenlijk allemaal gedaan had. Ja. Want jij vroeg van, kun je wat sturen? Ik was echt verwonderd. Heb ik dat ook gedaan? Dat ook nog en dat nog? Nou, ik heb zoveel bandjes gehad, zoveel muzikanten heb ik meegewerkt. Dat verbaasde me wel. Maar dat vind ik wel leuk. Ja. Ik vond het leuk. You gonna do?